De deelnemers worden nog altijd aangevoerd door Juliette. Juliette, een lengte voorsprong. Op de tweede plaats is het onveranderd Kiss and Ride. Met aan de voordelige binnenzijde nog altijd Kenneth Heat. En dat is de situatie op het front als we nu de laatste bocht ingaan. Achter de leiders volgt dan nog Canona aan de buitenzijde. Joan Collins met wat verder weg daarachter. John Europort, dan Jet Bianco, Jonne Cavallo en aan de start van het veld Hugo GT. De paarden komen de laatste bocht uit en gaan richting laatste rechte lijn. Aan de binnenkant nog altijd Juliette. Maar er komen aanvallen. Kiss and Ride wordt door Bas Grebas nu ingezet. En helemaal aan de buitenzijde komt Jonne Cavallo nu naar voren. Maar ook Borejaar die heeft zijn laatste woorden nog niet uitgesproken. Drie paarden op lijn. Aan de binnenkant is het Kiss and Ride. Aan de buitenzijde daarvan is het dan Joan Collins. En helemaal aan de buitenzijde Jonne Cavallo. Maar Kiss and Ride wint het. Voor op de tweede plaats Jonne Cavallo. En op de derde plaats Joan Collins. Ja, sterke winnaar, dames en heren, die laatste van vandaag. Kiss and Ride, Bas Grebas, alles buitenom. En Bas wint hier als favoriet de laatste van vandaag op zijn voormalige thuisbaan. Er is Bas Grebas al, dames en heren. Bas die sneller is dan het geluid. En sneller dan ceremoniemeesters. Want de ereprijzen zijn nog onderweg. We gaan even kort bijpraten met Bas. Als je hem hier neerzet, dan weet ik zeker dat we Bas kunnen horen. Bas, gefeliciteerd. Je zegt, doet pijn, afstappen. Alles doet al iets eren. Ja, dat is bij jou wel vaak het geval, maar dit was wel een plezierritje. Je zat aan de buitenkant, ik denk, Bas, dit gaat hem niet worden, maar het ging heel makkelijk. Ja, het ging heel makkelijk. Binnenkant is zwaarder dan de buitenkant natuurlijk. En hij is net zo sterk als zijn moeder, die weet, die won nu alles op kruis. Dit is een heel fijn paard, maar die moet straks weer naar Wolvenga. Lukt dat? Ja, zeker. Tot 14 gelopen op Wolvenga. Ik heb me dit eens even mooi meegenomen. Ik ken nu in die graschallenge starten op Wolvenga. Nee, dit is mooi tussendoortje voor. Hartstikke mooi. De sponsor staat er al, Bas. Dat is een van de drie sponsoren. Dit is de sponsor van Wevers Nieuwstad in Lelystad. En die gaat jou de bloem overhandigen. Terwijl Kiss and Ride denkt, van mij kan het allemaal wel. Maar die moet nog maar even wachten. Ga je gang. Dat moet lukken hoor, bij Bas. Ook aardappels. Bas, hou je van aardappels? Bas is een aardappeleter, jawel. Ja, Van Gogh dacht toen hij destijds de aardappeleter schilderde, dacht hij aan Bas Grebas. We gaan lopen, dames en heren, want Eliane zegt ook, Kiss and Ride wil graag weg. En wij gaan straks ook weg, maar niet nadat we een applaus hebben gegeven, dames en heren, aan Bas Grebas, Kiss and Ride. Daar komt hij nog één keer, dames en heren, Bas Grebas. Komen de baan op. Juliette wat onstuimig. Vlag omhoog. Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart. Vertrek over de volledige breedte van de baan. Een van de deelnemers is niet al te best. Jet Bianco. Jet Bianco die valt een paar plaatsen terug wegens een galoppade in de beginfase. En Juliette is wel heel goed vertrokken met Caroline Albers. Neemt direct naar de start de leiding. En heeft de lengtevoorsprong genomen. Kenneth Heat komt dan aan de buitenzijde nu al Kiss and Ride naar voren in het tweede spoor naar de derde plaats. Met verder weg in het veld dan Canona. En dat zijn op dit ogenblik de paarden die in de front rank opereren met daarachter dan Joan Collins. En achter Joan Collins volgt dan de rest van het hele gezelschap. De derde van de baan. En als de paarden daar zijn, dan zien we dat aan de leiding gaat nog altijd Juliette. Juliette heeft het commando en heeft een lengtevoorsprong. Een tweede plaats voor Kenneth Heat. Daarachter Kiss and Ride met Canona. Aan de binnenkant is dan Jet Bianco. Intussen natuurlijk weer gezet. Die bevindt zich nu in de middenmoot. En aan de buitenzijde zien we Joan Collins een plaats goed maken. Daarachter is het op dit ogenblik dan John Europort. En achter deze paarden volgt Jonne Cavallo. En die bevindt zich in het gezelschap van Hugo GT. Zo is de bocht gerond en zijn de paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de finish nog een ronde te gaan. Maar vooralsnog is het die Juliette die nog altijd het veld op sleeptouw heeft. Juliette met een lengtevoorsprong, Kiss and Ride. En aan de binnenkant Kenneth Heat. Dat zijn de best geplaatste. Met dichterbij ook Joan Collins en daarachter Canona. Die wordt dan gevolgd door John Europort. Met verderweg in het veld het nummer 10 van Jonne Cavallo. En de paarden zijn nu in de laatste ronde en gaan dan nu de
laatste koelboxbocht door voor vandaag. Met nog altijd Juliette die nu een anderhalve lengte voorsprong heeft. Met op de tweede plaats Kiss and Ride en Kenneth Heat. Op de derde plaats Joan Collins is vierde. Daarachter volgt aan de binnenkant dan Canona. Aan de buitenzijde zien we dan het nummer 8 van John Europoort. En zo gaan we dan af op de finale fase van de koers met op dit moment nog zo'n halve ronde te gaan. En de deelnemers worden nog altijd aangevoerd door Juliette. Juliette, een lengte voorsprong. Op de tweede plaats is het onveranderd Kiss and Ride. Met aan de voordelige binnenzijde nog altijd Kenneth Heat. En dat is de situatie op het front als we nu de laatste bocht ingaan. Achter de leiders volgt dan nog Canona aan de buitenzijde. Joan Collins met wat verder weg daarachter. John Europoort, dan Jet Bianco, Jonne Cavallo en aan de start van het veld Hugo GT. De paarden komen de laatste bocht uit en gaan richting laatste rechte lijn. Aan de binnenkant nog altijd Juliette, maar er komen aanvallen. Kiss and Ride wordt door Bas Krebas nu ingezet. En helemaal aan de buitenzijde komt Jonne Cavallo nu naar voren. Maar ook Borejaar die heeft zijn laatste woorden nog niet uitgesproken. Drie paarden op lijn. Aan de binnenkant is het Kiss and Ride. Aan de buitenzijde daarvan is het dan die Joan Collins. En helemaal aan de buitenzijde Jonne Cavallo. Maar Kiss and Ride wint het. Voor op de tweede plaats Jonne Cavallo. En op de derde plaats Joan Collins.